Ik kan nog nauwkeuriger zoeken door via geavanceerd zoeken te werken. Geavanceerd zoeken vind je onder het wieltje rechts. Dat wieltje is echter maar zichtbaar als ik een eerste zoekopdracht heb gedaan. Ik doe een eerste zoekopdracht. En dan pas verschijnt het wieltje rechts waar ik naar geavanceerd zoeken kan gaan. Wil ik rechtstreeks naar geavanceerd zoeken gaan, dan moet ik surfen naar www.google.com/advanced_search. Deze manier kom ik rechtstreeks in geavanceerd zoeken. In dit voorbeeld wil ik weten hoeveel een fotocamera van Nikon of Canon kost in de Verenigde Staten. Bij al deze woorden geef ik in camera en price. Deze woorden zullen sowieso voorkomen in mijn resultaat. Ik ben op zoek naar ofwel Nikon ofwel Canon. En daarom ga ik deze twee woorden invullen bij één of meer van deze woorden. Daardoor leg ik een OR-relatie met deze woorden, wat betekent dat slechts één van de twee hoeft voor te komen. In geavanceerd zoeken moet ik het woordje OR er niet tussen plaatsen, ondanks dat hier dat als uitleg staat, maar de uitleg rechts slaat op wat je rechtstreeks in het Google-zoekvak moet doen, niet wat je in geavanceerd zoeken moet doen. Het is een beetje verwarrend, maar zo is het wel. Ik heb dit nu ingevuld. Ik kan nu nog meer verfijnen. Ik wil zeker zijn dat het Engels is. Alhoewel ik al camera en price heb genoteerd, is de kans wel groter. Maar om zeker te zijn, ga ik toch nog verfijnen op Engels. Maar belangrijker, ik ben op zoek naar informatie uit de States en niet uit het Verenigd Koninkrijk of een ander Engelstalig land. Dus ik ga bij regio zoeken op Verenigde Staten. Dat betekent dat de pagina waar ik de informatie vind, gedeponeerd is in de Verenigde Staten. Ik ben op zoek naar huidige prijzen, dus ik verfijn ook op afgelopen maand. Ik klik op geavanceerd zoeken. Voilà. Google gaat automatisch mijn opdracht omzetten met een OR-relatie. Zie je hier. Spaties in Google zijn hetzelfde als een AND-relatie. Perfect werken booleaanse operatoren niet in Google. Je kan geen haakjes gebruiken, waardoor het allemaal wat minder duidelijk is. Ziezo, ik heb gezocht en de enige berichten die ik nu heb zijn websites uit de Verenigde Staten met die trefwoorden.